De bewoners van de Lagunesingel in Beuningen zijn het zat. Automobilisten rijden veel te hard in een straat. Hoewel de maximumsnelheid 60 km per uur is, wordt er volgens hen nog regelmatig het gaspedaal dieper ingetrapt. Hier op de Lagunesingel in Beuningen gaat het al vaak bijna mis. Met afgelopen week een hoogtepunt. Een hondje is hier doodgereden door te snel rijdende auto's. Sommigen hebben dan ook nog een beetje zo'n knallende uitlaat. En dan geven ze hier op dit stuk na het bruggetje nog even extra gas. Het is echt wel soms echt een racebaan hier. En ook op het stuk waar automobilisten wel maar 30 km per uur mogen rijden, wordt dat er hard gereden volgens de buurtbewoners. Omdat er zoveel auto's langs de kant geparkeerd staan, kunnen er niet twee auto's tegelijkertijd langs elkaar rijden. Wat zorgt voor onveilige situaties. Mensen schieten dan heel snel ervoor langs, want die denken, ja, anders dan moet ik zo langs daar wachten. Dus dan schiet je heel snel door. Van, oh, dan kan ik er nog net voor langs. Maar ja, dan komt een keer zo'n kind uit de struiken gerend of een hond en dan gaat het gewoon mis. En ook een van de buurtbewoners heeft de gevolgen hiervan al ondervonden. Ik woonde hier toen net 3 weken en schrok ik om 7 uur 's ochtends wakker van het alarm van mijn auto. En die was gewoon totaal losgereden hier voor mijn deur. Was gewoon een andere auto op ingereden. En nu worden er wel eens kleine aanpassingen gedaan, zoals het plaatsen van een bord waarop je kan aflezen hoe hard je rijdt. Maar ook worden aanpassingen weggehaald, zoals het verwijderen van 2 drempels kort geleden. En daarom zijn buurtbewoners zelf maar extra voorzichtig. Onze honden die lopen hier natuurlijk ook in de voortuin, maar die hou ik liever nu even achter de poort. Want ik ben bang als ze een keer toevallig de weg opschieten, dat ze wel een keer worden aangereden. Want ja, ze rijden hier toch echt wel te hard. Ja, en nou is er aan het begin van de straat is er nog 60, hier is het dan wel 30. Ja. Is het verschil ook misschien te groot? Nou, ik weet niet of het verschil te groot is. Mensen houden zich ook niet aan die 30. En ja, ik denk dat je moet gewoon zorgen dat hier geen auto's geparkeerd staan. De gemeente Beuningen geeft de volgende reactie. We vinden het natuurlijk erg vervelend dat er een hondje is doodgereden op deze weg. Het is alleen niet mogelijk om een deel van de Lagunesingel een lagere snelheid te maken dan 60 km per uur. 1 deel ligt namelijk buiten de bebouwde kom. De gemiddelde snelheid lag, bijvoorbeeld afgelopen september, tussen de 53 en 60,6 km per uur. Dit is een erg goed verkeersbeeld. Met de geregistreerde verkeersongevallen en de verkeersdrukte zien we deze weg niet als verkeersonveilig. De omgeving en de inrichting van de weg passen ook niet bij een lagere snelheid.